Wil jij weten hoe je deze website-meldingen op Google Chrome uitzet? Blijf dan zeker kijken. Ik leg het je uit. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube-kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. Dan ben jij de eerste die een berichtje krijgt als ik een nieuw filmpje online zet. Je krijgt die meldingen omdat je een bepaalde site opstart, bijvoorbeeld www.zita.be. En dan komt hier linksboven: Zita.be wil meldingen weergeven. En dan klik je op toestaan. Dat zijn die meldingen die daarna rechtsonder verschijnen. Voor sommige websites wil je graag zulke pushmeldingen ontvangen. Maar voor andere websites kunnen zulke push-notificaties ronduit vervelend zijn. Hoe kan je nu die meldingen op Google Chrome uitzetten? Dus Google Chrome is speciaal ontworpen dat die meldingen zouden kunnen komen, maar dat je ze ook gemakkelijk kunt beheren en terug uitzetten. Wel, je gaat naar die drie puntjes hierboven. Je gaat naar instellingen. Dan scroll je helemaal naar onder en hier staat geavanceerd. En hier staat site instellingen. Daar klik je op en hier staat dan meldingen. En hier staan alle sites. Dus deze sites heb ik allemaal geblokkeerd. En deze sites heb ik allemaal toegestaan. Al die sites waar ik heb toegestaan dat ze meldingen zouden kunnen geven, kunnen rechtsonder meldingen geven. Dus als je die niet meer graag hebt, bijvoorbeeld bij Zita, klik je hierop en dan zeg je blokkeren. En dan komt die hier bij blokkeren te staan. Je kan hem natuurlijk ook helemaal verwijderen. En dat doe je zo. Je klik op de drie puntjes en hier staat verwijderen. En dan is die site ook weg. Natuurlijk, de volgende keer als je weer op die site komt, dan vraagt hij weer, mag ik meldingen sturen? Doe je dan toestaan, dan komt hij in deze lijst te staan. Bij toestaan. Doe je blokkeren, dan komt hij in deze lijst te staan. Bij blokkeren. Dus op deze manier beheer je de sites die meldingen mogen geven of niet geven op Google Chrome. Geef me een vette duim omhoog, abonneer je gratis op mijn kanaal, zet ook het belletje aan, deel dit filmpje met je vrienden en laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!